Hoi, ik ben Glenn en welkom bij Clash met Glenn. Welkom bij weer een nieuwe video van het Road to the 9000 trofeeën. We gaan weer een dekje van het kijken proberen. Weer twee dekjes, want er waren aardig wat reacties op de vorige, om in de vorige video. Dus ja, ik heb het mobiel hiernaast liggen. We doen nummer 2 en nummer 5. Tweede is van Jasper van der Jacht. Probeer de dek eens in Lumberjack. Even kijken. Lumberjack. Even kijken, zitten er de Ivo's in? Ballon, Free Snow, Ivo Archers, Ivo Tesla. Kijk, dan doen we die eerst natuurlijk. Ivo Archers, waar zijn jullie hier zo? Ivo Tesla. Moet ik al voorbij zijn als het wel links staat. Ja, hier zo. Dan doen we Lumberjack. La 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 la. Lumberjack, Ballon, Fries, Snowball. Nee, die moet er ook zo in, zag ik al. Snowball en Bowler. Voor mij is dit gewoon een redelijk standaard Lumberloon dekje. Dus misschien iets aangepast omdat die Ivo's erin zitten. Maar ja, op zich wel een grappig dekje. Ik denk dat het wel kan werken. Dus we gaan het gewoon zien. Daar doen we reactie 5. En gaan we kijken wat het is. Maar we gaan eerst twee potjes hiermee spelen. Mochten jullie daar nog niet geabonneerd zijn, jongens, doe dat zeker. We gaan echt ontzettend lekker met de abonnees de laatste weken. En dat kan alleen maar... je maakt mij heel blij mee als we daar alleen maar mee blijven groeien. En doe ook gelijk eventjes een likeje achterlaten of een reactie, mocht je het leuk vinden. Ook daar help je mij enorm mee. Gaan we gelijk het eerste potje in. Tegen Angelo. Wat heb ik nou gezegd, Angelo? En dan gaan we eens even kijken of we weer 4 potjes kunnen winnen. Want we gaan redelijk oké qua scoren. Ik weet het niet exact meer. Het is al even geleden dat ik deze video heb opgenomen. Maar tenminste dat ik de vorige video heb opgenomen. Maar volgens mij gaan we echt niet per se heel slecht of zo. Met deze serie. Dus het zou leuk zijn als we dit ook zo door kunnen zetten. En ja, pas op het moment dat we echt veel gaan verliezen, dan ga ik over nadenken om toch een ander dekjes, mijn eigen dekjes te gaan doen die allemaal gewoon op level zijn en et cetera. Ik wil niet te veel verliezen hierdoor, maar ik denk wel dat het een hele leuke combinatie is, dek van een kijker, met deze serie. Dus we zullen bij het begin echt wel, want ja, zie je nu ook komen tegen level 14. Ja, dat soort gasten, die hebben ook niet alles op max level, dus dat maakt het ook niet uit. En over het algemeen zijn de dekjes die jullie achterlaten helemaal niet zo heel slecht. Dus ja, wat ik zeg, dat maakt het eigenlijk helemaal niet zo heel veel uit dat wij ook niet op max level spelen. Maar mocht ik er echt dadelijk problemen mee gaan krijgen van 8700 of zo, ik weet het niet, dan kan het wel zijn dat ik alsnog eventjes ga switchen naar mijn eigen dekjes. Om dan alsnog met gewoon een redelijk resultaat. Uiteindelijk of redelijk makkelijk de 9000 trofeeën te gaan halen. Maar ja, we gaan het wel zien. Dit dekje tot nu toe gaat, of dit potje gaat tot nu toe best goed. Ik verwacht niet heel veel problemen. Hij heeft wel een P.E.K.K.A. dat vervelend is. Maar wij hebben genoeg air defenses. Hij heeft ook natuurlijk ook die firecracker. Is ook niet ideaal. Maar ook daarvoor denk ik wel ja, dat we dat moeten kunnen aanpakken. We gaan nu gelijk in de aanval. Ik denk wel dat dit een sterk moment kan zijn. Even kijken, heeft hij nog iets van R? Ja, ben je tafeltennis of zo? Zo niet, ga ik het ook niet vriezen. Want ik pak als een toren als hij nu niks van R inzet. Inderdaad, dat is niet nodig. Ik denk wel dat ik hier mijn Ivo Tesla in moet zetten. Om inderdaad mijn Ivo Archers te beschermen. En die kunnen dan vervolgens de ballon opruimen. Ja, dat was net te laat met beneden. Ik zag. Ja. Op zich wel alsnog al prima uitgestapt allemaal. Ik zal zijn vries niet helemaal aankomen, maar... Kijk, dit gaan we natuurlijk gelijk snowballen of vriezen en snowballen. Ik denk niet dat het inderdaad killt. Misschien wel max level, weet ik niet, maar we pakken wel zijn toren. Dus ja, dit potje dat gaat redelijk voortvarend. Zou wel heel gek moeten lopen, willen we dit nog verliezen. Het kan best zijn dat hij een toren pakt. Maar ik geloof nooit dat hij allebei de toren gaat pakken. Misschien geeft hij nu zelfs al op. Zou best kunnen. Denk het wel inderdaad. Dus we hebben het eerste potje gewonnen. Dat is mooi.
Laat voor de volgende video zeker even achter wat voor decks ik van jullie moet gebruiken. Hebben we genoeg reacties, dan doen we gewoon 2 decks. Hebben we niet genoeg reacties, doen we 1 deck. Maakt mij niet uit. Maar het is op zich wel leuk om zoveel mogelijk decks achter, of het uit te proberen. Dus laat het zeker even achter in de reacties. En ja, mocht ik jouw deck nou niet gekozen hebben. Ja, het is echt, ik denk van tevoren gewoon 2 random nummers. Nu dan 2 en 5. En die deckjes ga ik uitproberen. Dus het is niet dat ik van tevoren ga kijken. Echt helemaal niet. Dus ja, het is gewoon een beetje geluk hebben. Sommigen hebben het al heel snel dat ze een deckje gekozen. En sommigen duurt heel lang. Dus ja, sorry. Dan even deze kist openen. Omdat we wat plek hebben voor een volgende kist. Ja, ik ga hem toch niet bewaren voor een nieuwe champion en zo. Dat kan wel. Is misschien wel verstandiger. Maar ik heb ook die wildcards nodig. Dus ik vind het ook lekker dat ik nu nieuwe wildcards heb. Dat ik op het hoogste niveau. Want er staan op best oké. Okay. We zijn nog net in de top 10.000. Maar ja, wil je ook andere decks proberen? Ik speel nu heel veel in Path of Legends met hetzelfde deckje. Dus die wildcards kan ik ook zeker wel gebruiken. Op zich ben ik, denk ik, heb ik gemiddeld gezien heb ik echt wel meer kaarten op level 15 dan de meeste, maar ja, je bent alsnog altijd beperkt omdat je slechts, wat zal het zijn, 20, 25 kaarten hebt die max level zijn, of level 15 zijn, dus ja, dan ben je nog steeds redelijk beperkt in de dekjes, dus dat wil ik gewoon zo snel mogelijk uitbreiden, gewoon heel veel verschillende dekjes op het hoogste niveau ook kan uitproberen. Maar dat gaan we allemaal zien. Ik mag echt niet klagen met mijn kaart. Ik speelde het spel al heel lang. Dus ik had alles level 14 toen level 15 kwam. En dan zie je dat je gewoon ontzettend snel doorcijkelt. Of tenminste, je kaart krijgt met level 15 in vergelijking met anderen. Even kijken wat voor air defense hij heeft. Hij heeft een rocket. Oké, dat is dan wel redelijk vervelend. Omdat hij in principe bijna altijd... dat is ook wel vervelend. Snowball is heel slecht, maar oké, laten we daar maar even niet over praten. Wat wou ik nog zeggen? Die rocket is vervelend, omdat dat kan je natuurlijk niet vriezen. Dus ja, ik weet niet wat zijn air defenses voor de rest zijn. Het kan zijn dat er een Infernatoren in zit, in Log B. Dat zie je op zich wel regelmatig. Ik dacht al inderdaad dat er een Prinses waren aankomen. Ik had bijna predicten, maar... dat toch niet gedaan. Ik denk wel dat we weinig aan onze Ivo Tesla gaan hebben, dit potje. Maar we gaan het zien. Eens even kijken. Willen we hier dan gelijk een counterpush van maken? Laten we maar eens proberen. Laten we het maar gewoon eens proberen. Ik ga niet op tijd zijn met mijn freeze. Dus die gaan we niet inzetten. Krijg ik net geen hitje. Wel de death damage. Krijg wel iets van damage. Maar je moet wel uitkijken voor zijn barrels. Dan hebben we onze bodem om het te verdedigen. We hebben een Nader, we hebben een Snowball. Maar als die een tank ervoor zet, dan heb je eigenlijk niet genoeg aan Snowball. Doe mijn bodem hier wel aan zijn kant. Even weer die Prinses. Ik moet eigenlijk wel op letten. Anders krijgt hij elke keer een beetje chip damage. Dat is natuurlijk niet helemaal wat we willen. Het liefst willen we ook same lane als hem pushen. Misschien dat we dat nog wel gaan aanpassen. Als hij zo'n barrel gooit, dan maakt het voor mij niks uit. Dan kan ik hem gewoon easy peasy lemon squeezy hier verdedigen. Infernatoren inderdaad. We gaan eventjes een Nader opzetten om wat chip damage te pakken. We hebben onze Snowball. We hebben onze Evil Archers. We gaan een beetje dubbel lane pressure kunnen proberen te zetten. Als hij nu zouden we het wel moeten kunnen... we zijn het op net te laat, maar we pakken wel de Evil Archer. Dat scheelt wel heel veel, dan pakken we aardig wat damage nog. Kijk, nu moet ik wel oppassen, want hij gaat waarschijnlijk met zijn bijl komen hier om die knight te ondersteunen. Niet, dat is heel stom. Dat hij beter even kunnen wachten om die knight nog wat damage te laten doen. Of tenminste te laten tanken ervoor. Ja, die pakken we wel, mooi. Op zich speelt hij niet slecht, maar hij maakt gewoon kleine foutjes. Zijn het foutjes? Op zich zijn het wel foutjes, denk ik. Waardoor hij net niet de winst pakt. Nu kunnen we denk ik wel een vries doen, want ik verwacht dat hij dit niet gaat rocketen. Maar hij gaat het wel rocketen. Waarom zou hij het rocketen als je een Infernatoren erop staat? Ja, omdat je bang bent voor de vries misschien. Oké, voilà. Ik wil geen chip damage meer tegenkrijgen van de prinses, dus daarom deed ik mijn boda hoog. Alles nog aan het opnemen, ja. Alles lijkt nog aan het opnemen, dat is mooi. Eens even kijken.
even dat het in ieder geval dood gaat. Het gaat niet dood, ik heb gespeeld plan. Ja, nu wel, dat is mooi. Even, zijn we op tijd? Ja, we zijn net op tijd, dat is mooi. En dan gaan we gewoon weer met onze ballon komen. Gaat hij dat waarschijnlijk weer rocketen? Kan ik dit zo vriezen? Ja, kan ik. Dat doe ik dan dus ook. Pak in ieder geval wel damage. Ja, en dan is het wel klaar. Nog niet. Oh, maar hij pakte wel de death damage. Dus dan is het inderdaad klaar. Dat is lekker. Dan hebben we het tweede potje gewonnen. Gaan we nu naar reactie nummer 5. Gaan we eens even gluren. Kijk, Jasper was 2. Marco 3. Nicola 4. En Onno 5. Ivo Tesla. Ivo Bets. Recruits. E-Barbs. Split. Sorry jongens, ik was even de reactie aan het leven. Ivo Tesla, Ivo Bets, Recruits, E-Barbs, Ice Spirits, Kelly's, Rage en Log of Arrows. Je hebt geen win condition. Maar oké, okay, ik vertrouw Onno. We gaan het proberen. We gaan het proberen. Het is niet het deck wat ik als eerste zou uitkiezen, denk ik. Maar even kijken. Op Elixir. Ivo Tesla, Ivo Bets. Ivo Tesla, Ivo Bets. Sorry, ik moet dat duidelijk spreken. Iemand sprak me laatst al aan over mijn uitspraak over sommige kaarten. Dat ik potion zeg in plaats van potion. Ja, dat zou best kunnen. Ik ben ook dit kanaal begonnen omdat ik een beetje een spraakgeblek heb. Dus dat was in eerste instantie het doel van de video's maken. Om gewoon jezelf te horen praten en dan daar beter mee te worden. Maar, dus ja, het kan best inderdaad dat ik soms wat dingen anders uitspreek. Sorry daarvoor. Even kijken. We hebben de Rage nodig. Dit is echt een heel snel cycle deck. En dan hebben we Log of Arrows, zegt hij. Dat mogen we zelf kiezen. Wat wil je dan liever? Arrows, denk ik. Ja. Ja, dat is een Log. Log hebben we level 15. Baseren we even daarop. Ik denk niet dat het heel veel uitmaakt. En dan hebben we de E-Barbs en de Recruits. Dat zijn zeg maar de kaarten waar je een beetje damage mee moet gaan doen, denk ik. E-Barbs hebben level 5. Hoe zeggen wij de E-Barbs level 15? Dat wist ik niet eens. Het is op zich wel een deckje wat we redelijk hoog level hebben. Dus dat is wel fijn, maar ik kan me niet herinneren dat ik ooit de E-Barbs naar level 15 heb gedaan. Maar blijkbaar wel, dus maakt ook niet uit. We gaan het deckje gewoon uitproberen. Overigens, het vorige deckje, ja, ik vond het echt wel een leuk deckje om te spelen. Het is ook wat anders dan ik normaal speel. Dus ik geef het echt wel een 8,5. Het is ook gewoon goed. Het is ook gewoon echt wel een prima deckje. Je hebt alles erin wat je nodig hebt. Dus het vorige deckje, 8,5, zeker weten. Dit deckje, we gaan het zien. Ik ga nu nog niet te veel van mijn mening erover spoilen. Maar het enige wat ik nu wil zeggen, ik vind het raar dat er niet echt een wincondition in zit. Maar we gaan het zien. Je kan wel super snel cyclen. Je kan mooi dubbele impressie zetten met en je e-bars en je Royal Goed. Dus we gaan het gewoon zien. Eens even kijken. Het weer tegen Prinsessentoren level 14. Dus wat dat betreft hebben we er echt wel ja, geluk mee. En dat is ook wat ik net probeerde te zeggen. Je bent. Oh, ik ga hem eigenlijk iets naar rechts doen. Even kijken. Maar je bent echt wat dat betreft. Zijn we gewoon omdat we een beetje overleveld zijn. Is het niet erg om dit soort rare decks ook uit te proberen. Ik vind het wel heel raar dat mijn ijsperen niet naar die elektrodrekking ging. Maar prima. Maar ja, dus... Hè? Goed verhaal! Ja. Het is misschien niet een ideaal deckje dit. Want ik zou dit op Path of Legends nooit van mijn leven spelen, denk ik. Nou, misschien ben ik na dit potje wel heel erg om. Dan ga ik het wel spelen. Maar het is in ieder geval niet het eerste waar ik aan zou denken. Ja, laten we eens kijken wat er gebeurt als we dit zo'n push als dit doen. Niet de barbaren met... Oeh, dan komt hij net op het verkeerde moment, denk ik, met zijn pomp. Hij is zijn toren hier ook kwijt. Is de toren niet... Bijna kwijt. Oké, okay, bijna kwijt. Maar hij krijgt natuurlijk nu wel een ontzettende elixir voorsprong. Dit gaan we gewoon loggen. Twijfel even om een koets daarin te zetten. Maar dan zou ik echt wel heel veel damage of heel veel elixir inzetten. En kan met 3 elixir kan ik dit ook verdedigen. En ik ga gewoon even kijken waar komt vriendelijke vriend mee. Hij komt natuurlijk met een golem. Uiteraard. Oké. Okay. Het kan dit best een vervelende push worden. Want we hebben geen grote spel. Voor alles wat hij erachter zet. Voor bijvoorbeeld inderdaad zijn Modderwitch en zijn Electrodragon dadelijk. Maar ik denk dat we gewoon heel snel moeten gaan cyclen naar 2 Tesla's. Ik denk dat dat het plan wordt. Zo, eventjes een rage hierop inzetten.
tweede test, daar zijn we net te laat mee. We gaan dit, ja, gaan we sowieso, de toren zijn we kwijt. En hij heeft al een nieuwe golem. Ja. Dit wordt een lastig, hè? Het voordeel is wel dat we nu de Ivo Tesla hebben. Waar we eventueel wat gekkigheid mee kunnen doen. Dus we gaan ook gewoon in de aanval. Dan kijken we hoe sterk is onze Ivo Tesla. Hoeveel gaat hij kunnen verdedigen. Even kijken. Ik heb denk ik dit allemaal nodig op defense. We pakken wel wat damage. Dus dat is op zich wel lekker. Die gaat dan niet. Gaat die bodem niet daarheen. Even kijken. Kunnen we dit op een of andere manier terug? Nee, ik ben bang voor niet. Ik ben bang dat dit gewoon GG is. Dat het inderdaad niet het ideale dekje voor mij is. Fuck. Zonde. Ik ga er nog een potje mee spelen. Ik heb het gezegd. En het is wel een dekje. Het is niet alleen... het is niet een dekje wat ik zelf zou maken. Dat heb ik nu wel gemerkt. Ik denk dat misschien op lagere niveau dat het wel kan werken. Maar je hebt niet echt iets om heel erg druk mee te zetten. Je hebt niet een win condition. Je hebt geen grote spel. Dat zijn de twee dingen die ik wel echt mis. Maar hey, wie weet gaat dit potje wel heel goed. Tegen Talon van de Invincibles. Als jij een Tesla neerzet, zet ik ook wel een Tesla neer. Dan cijfer ik alvast naar een Ivo Tesla. Kijken of hij met een hokrijder of iets dergelijks de andere kant komt. Dat zou best kunnen namelijk. Of gaat hij gewoon wachten? Nee, hij gaat niet wachten. Hij heeft een RG. Nou, daar hebben we een goede verdediging tegen. Daar maak ik me druk om. Krijgt hij zo'n hitje? Weet ik niet. Nee, ja, hij krijgt een hitje. Dan had ik nog beter een ijsspirit kunnen doen. Ik wou even kijken of het een hitje deed. Of dat het, of dat het niet zou doen. Ik dacht dat ik mijn ijsspirit in hand had. Nou, prima, doen we het zo. Dit gaat op zich niet zo'n veel verschil leveren. Misschien dat die één... Ja, prima. Prima. Doen we zo onze bed splitten. Oké. Kijk, op zich is de verdediging best wel sterk. Dus ik snap wel waarom dit dekje speelt. Maar je ziet gewoon als je tegen Golem speelt, dan word je gewoon overrompeld. Omdat je geen grote spel hebt. En je kan ook niet, terwijl hij echt druk zet. Ik probeerde het net. Dit is niet een hele ideale skeleton surrounding, maar het is voldoende. Ik probeerde het net en hij doet zijn barbaren en eigenlijk is heel een push weg. Dus ja, dat is vervelend. Maar kijk, hij zegt split recruits, split barbaren. Dat kunnen we zo best doen. Waar het niet dat die Tesla alles gaat opeten. En die bowler. Hier moeten we even zorgen dat we die bowler nu uitgeschakeld hebben. Dat hebben we niet. Dan kan dit nog wel vervelend worden. Maar nou, dit kunnen we prima verdedigen op zich. Dus het dekje ziet er in ieder geval beter uit dan het vorige. Tenminste, dit potje ziet er beter uit dan het vorige potje. Maar ja, we kunnen het nog best lastig krijgen met de defense. Of met de aanval wil ik zeggen. Want we kunnen er door zijn bowler komen we eigenlijk gewoon niet doorheen. En dat is zo vervelend. Dat is gewoon vervelend. Kunnen we links, kunnen we rechts, kunnen we achteruit, kunnen we vooruit. Maakt allemaal niet uit. Het is gewoon vervelend. Eens even kijken. Ja. Nou, dit gaat zo in ieder geval geen damage doen. Het voordeel is, we hebben hier echt nog wel een redelijke counterpush aan. En die Ivo Tesla weet het ook staan. Ze zetten heel veel elixir in. Maar hij moet ook weer aardig wat elixir inzetten. Dus dan maakt het wat minder uit. Alleen, wat je ziet, je komt er gewoon niet doorheen nu. Dus we kunnen nu heel graag snel cyclen naar de volgende set. Elite bewaren, die hebben we ook, dus dat gaan we ook doen. Maar in principe gaan we hier gewoon niet echt heel goed doorheen komen verwachten. Want hij heeft nu alweer inderdaad de bowler. Nu hebben we echt wel snel doorgecycled. Maar en nu heeft hij dus een kans om er doorheen, tenminste om doorheen te komen, om met zijn... daar komt hij al, maar dat maakt niet uit. We hebben nu alweer de elite barbaren terug. Ik weet niet. Ik denk niet dat we dit potje gaan verliezen. Want ik denk dat wij zijn aanval echt nog wel even tegen kunnen houden. Dit is wel even vervelend.
Guild Storm level 15. Ja, dit is Guild. Mooi. Prima. Even na te denken hoe we dit tot een goed eind kunnen brengen. De wolf was misschien een beetje overbodig. Kijk, hij gaat nu uit de mirror ook. Dat wist ik niet eens. Maar hij gaat gewoon inderdaad... Dat moet hij ook doen. Oeh, dit is... Misschien kunnen we hier nu wel een beetje in de problemen komen. Maar zo'n bodus mirror, dat is zijn manier om dit potje te gaan winnen. Want dat is gewoon voor mij veruit de vervelendste kaart om tegen te komen. Dus je ziet nu gewoon alles inderdaad mirror. Dat doet hij heel goed. Daar kunnen we niks over zeggen. En dan gaat hij langzaam maar zeker gaat hij een klein beetje damage pakken. Even kijken. Ik probeer ook even wat damage mee te pakken. En dan toch. Ja, we kunnen dit waarschijnlijk wel verdedigen. Dat is mooi. Ja, dit gaan we wel winnen. Ja, ook met je dubbele potion gaan we dat niet verliezen. Dus dat is mooi. Hebben we hem wel gewonnen. Maar het is geen... Ja, sorry. Helemaal niet aanvallend. Maar ik geef gewoon altijd mijn eerlijke mening. Het is geen goed deck. Het is niet een deck waar je op hoog niveau veel potjes mee gaat winnen. Het is naar mijn idee ook geen leuk deck. Want je kan niet rare dingen uitproberen. Leuke trucjes. Dus ik zou het deck persoonlijk echt een 3 of een 4 geven. Niet hoger dan dat. Ik ga er in ieder geval niet meer mee spelen. Wel bedankt voor het achterlaten. Het is wel, ja, het is leuk om een keer iets anders uit te proberen. Een heel ander deckje dan normaal. En je ziet, je kan ermee winnen als je er gewoon prima mee speelt. En het is verdedigend een heel sterk deckje. Maar aanvallend kan je weinig brengen. Als je gewoon de tegenstander een paar counters hebt, dan kom je er niet doorheen. En dan kan je hoger gaan springen, lager springen. Maar dan kom je er gewoon niet heen. Maar in ieder geval uit, bedankt voor het kijken. Mocht je nou een leuk deckje hebben, laat het achter in de comments. Dan gaan we dat misschien in de volgende video proberen. En dan rest me nu alleen maar te zeggen, abonneer op het kanaal. Laat een blauw duimpje achter. En dan zie ik jullie bij de volgende video van Clash met Clan. Shalas!